Die zal het zijn afwachten wanneer er in Deventer is begonnen. En als dat zo is bij Go Ahead Eagles tegen Sparta, dan kan ook hier in Almelo begonnen worden met voetballen. Dit is het zijn of veilig. Zowel in Deventer als hier in Almelo wordt gelijktijdig afgetrapt. Ja, daar staan we weer, Heracles. En dat doet bijna iedereen. Vanza en Schoenmakers. Vanza, de behendige. Blaast het uit, voorzitter Jan Smit. Want ja, echt relaxed daar zitten, dat lukt niet. Anders loopt hij maar veel heen en weer, de voorzitter. Slaat er links. Tameres in het midden. Even verderop is dit Kwanza. Terug naar Tameres. Het schot van Tameres. Dat naast gaat. Want oh, wat willen ze graag. De 1-0 bejubelen. Gert-Jan Tameres was er het dichtst bij tot nu. Smit. Tameres. Kwanza. Houdt zijn schoenmakers van de lijf. Goeie bal, zegt de Vries. Oh! Dit was toch een hele serieuze kans. Ook zo beleefd door Henry Kuze en Peter Bos. Schitterende aanval bij Kwanza. Prachtig het oog heeft in wat de derde man, in dit geval Raymond de Vries, doet. Schitterende loopactie van hem, alleen het vervolg. Dit had 1-0 moeten zijn. Buikema. Kwanza. Goeie ingreep. Schoenmakers. Is Buurmeijer. Hogeveen rechts, in het midden Weerman en Hamming. Het schot van Buurmeijer. De redding van Van Loo. De Vries. Mogelijkheid voor Veendam. Ja, want dit is Weerman. Stap te kort. Buikema. Sluiter. Thijs Sluiter tegenover Guus de Vries. Sluiter kan daar langs. Sluiter kan er langs. De Vries, wat een gevaarlijke sliding om daar te maken. Je hoeft de tegenstander maar even aan te raken. Het is een strafschop. Deze kunnen er niet in, want het is uitverkocht. Dus moeten ze het van achter het hek meemaken. Corner van Roel Buikema. En daar de kans. De bal in het zijnet van Hoogma. En helemaal als zo net dan beweegt, zijn er velen die dronken van geluk worden. Bijvoorbeeld Hendrik Kuze. Die was er toch heilig van overtuigd dat hij erin zat. Hoogma. Kwanza. Buikema, het gat in, daar komt Seintje. Ja, die moet hem even Sluiter loslaten. Thijs Sluiter en daar die te wist. En als een knappe redding, goed naar voren gekomen. Barry Dietewig. Kwanza en Buikema. En daar moet Seintje natuurlijk zijn man loslaten om naar de man met bal te gaan. Dan is er ruimte voor Sluiter. En doet Dietewig dit heel goed natuurlijk. Kans Thijs Sluiter. 38e minuut. Buikema. Tameres niet. Schoenmakers wel. Weerman. Kolder, Weerman. Hamming kiest positie. Buurmeijer evenzeer. Nu moet Weerman die bal naar voren zien te krijgen. En dat lukt zowaar ook Buurmeijer. Het gevaar en een klein hoekje. Buurmeijer, nog een keer. Dit is Pander. Dit is Hamming. Hamming! Oh, die schiet hem erin. Het is de 40ste minuut en Hamming maakt 1-0 voor Veendam. Daar word je stil van. Veerman krijgt hier de bal voor en dan is het Buurmeijer die als eerste een kans krijgt om er wat mee te doen. Dan gaat hier de bal naar Hamming en hij in de 40ste minuut 1-0. Ander. En dan zit de eerste helft erop.
En staan de gezichten niet vrolijk aan Heracles kant. Dat is toch wel begrijpelijk. Want gelijk spelen, je bent kampioen. Halverwege staat Heracles met 1-0 achter door een treffer in de 40ste minuut van Ronald Hamming. En dat is een verbijsterende ruststand. 0-1 Heracles Almelo. 1-0 achter tegen Veendam thuis. En Heracles Almelo heeft 1 puntje nodig. Leo met de tweede helft. Tamires. Ruimt er nu voor Raymond de Vries. En die plaatst hem keurig in de handen van Dieterwit. McKenzie. Kolder. Nog steeds, maar niks Kolder. Hamming. Wielmeijer had gezien dat McKenzie aan de rechterkant stond, maar toch krijgt hij de bal niet. Dus de countermogelijkheid voor Heracles. Met Kwame Kwanza, die wordt omvergelopen door Seintje. Ai, 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 ai. Dat is een belangrijke beslissing die Fink neemt door niet te fluiten. Is dit een overtreding of niet? Nee, ik denk het niet. Seintje loopt mee, er is niks aan de hand. Dat heeft Fink goed gezien. De Vries, de Visser en Marnik Smit. Kwanza, moet hij daar het luchtduel gaan winnen inderdaad. Dat krijgt hij nog voor elkaar ook, omdat Schoenmakers dat luchtduel niet aangaat. Wiekens. Kwanza. De Visser. Kwanza rechts. De Visser. Kwanza. Kwanza. De Vries. Guus. Verdedigd. Maar het is een corner. Boukema. Indraaien. Dieterwig. Wordt omvergelopen. Nee. Dit is een goal. Het is 1-1. De hoekschop van Roel Boukema. Is het Boukema zelf geweest? Of werd de bal nog aangeraakt? En wat gebeurde er met Barry Dieterwig? De corner van Boukema. Dieterwig wordt daar. Ja. Die bal gaat er in één keer in. Het is een goal van Boukema. Maar is dit aanvallen van de keeper in het 5 meter gebied? Je mag niet aan een keeper komen. Tamires. Kwanza. Kwanza 2-1. Kwame Kwanza. Binnen 2 minuten is het gedaan. Is het gebeurd? Is het over? Zou je toch moeten denken. Ja, dit stadion krijg je niet meer stil vanavond. Daar loopt Kwanza weg. Goed gegeven door Tamires. En de kruiddampen van de 1-1 zijn nog niet eens opgetrokken of het volgende vuurwerk kan worden ontstoken. Schitterende onderlading ook bij Kruse met name. McAndrew. Hens. Penalty. Oh! Een penalty. Ja, Rekens maakt Hens. Daar. Dat is inderdaad duidelijk Hens. Duidelijke strafschop. En geel voor Rekens. Het is Hamming die de strafschop neemt. Hamming voor 2-2. Het is weer een stukje stiller. Toch een beetje een zenuwachtig trekje om de mond, voorzitter Jan Smit. Links. En één keer door Tamires naar de Visser. Ja, goed gespeeld. Kwanza doet ook mee. De Visser penalty. Strafschop voor Heracles Almelo. En geel voor Guus de Vries. Die dat nogal belachelijk vindt. Dat zijn goede weg natuurlijk om dat te vinden. De strafschop voor Heracles Almelo. Om weer op voorsprong te komen. Daar is de Visser weg. Wat doet de Vries? Voorlopig nog niet, daar de sliding. En ja, het is niet de eerste keer dat hij ongelukkig zo'n sliding inzet. En dit is de reactie, kijk eens naar Kruse. Ja, die panel is winnen. Maar via Boukema, die normaliter nooit een strafschop mist. De kans in de 81ste minuut voor Heracles Almelo om weer op voorsprong te komen. Boukema voor 3-2, nee van Dieterwig. Boukema, nee. Ja, dan moet je ook nooit zeggen dat Boukema normaal gesproken nooit een strafschop mist. K-
Kolder. Kolder! Nou, dat is even een angstig moment. Kijk, voorzitter Jan Smit met Thijs Sluiter. En de tranen in de ogen ook links. En Smit die puft nog even wat weg. 1985, hè? De laatste keer. Dit is ook mooi, hè? Dit is ook mooi. 1985. Met Heracles Almelo, kampioen van de Eerste Divisie, promoveerde het. En 20 jaar na dato is datzelfde geflikt. Een 2-2 gelijkspel in de laatste wedstrijd tegen Veendam. En waar al die mensen vandaan komen. Fantastisch. Het hele veld staat nu al vol. Er is nog maar een paar seconden geleden afgefloten. 2-2 tegen Veendam is vanavond voldoende voor het kampioenschap van Peter Bos van Henry Kuzen.